Vandaag zijn we te gast in de Oude Hoeve in Deurne voor de voorstelling van het Continentale Team 2011 Colba Superanova. Ja, ik ben Walter Maas, ik ben sportdirecteur samen met Peter van de ploeg Colba Superanoham. Ik heb een verleden met Chef Brakenveld bij Mitsubishi in 2008 en dan 3 jaar met een Oekraïense continentale ploeg ISD. En deze winter met Peter in contact gekomen om dan het seizoen 2012 aan te vangen. Ik vind ze schitterend. Ik denk dat, zoals Peter gezegd heeft, dat het huiswerk enorm goed gemaakt heeft. Dat we veel capaciteiten hebben, we hebben diversiteit in de ploeg. We hebben jonge kereltjes, we hebben jongens met ervaring. Ja, een van de kopmannen is uiteindelijk onze Brit, Hamish Geens, die samen met Jurgen François een van de kopmannen zal zijn voor 2012. We hebben een beetje pech met Clément Lotellerie, die eigenlijk toch wel de man met de meeste ervaring was, nu omwille van zijn ongeval. Ik denk dat er veel in Pardini zit. Ik denk dat Suarez ook een enorm potentie heeft. Buiten onze vaste waarden, die sowieso in de ploeg gebleven zijn, Jurgen François, heel goed bezig. Ik denk ook dat Philippe Van Dalen toch ook zeer hoog gaat scoren. De jongens zijn allemaal enorm gemotiveerd. En de geest in de ploeg is heel goed. En dan hebben we nog jongens zoals Sven van den Houten die de kans zullen grijpen om terug te bewijzen aan al diegenen die niet meer in hun geloofden. Wij zijn er nog, wij willen terug naar boven. Ik denk voor 2012 een topjaar als we insiders en outsiders beweren dat we een van de betere ploegen hebben in het peloton op continentaal niveau. En zullen we sowieso toch, het jaar 2011 moeten evenaren en waarschijnlijk misschien nog beter doen.